Een van die eerste filmpjes aan het begin van deze uitzending, dat mensen zeggen, ja, de politie lokt ook geweld uit. We hebben beelden gezien van een waterkanon, ja, dat in Eindhoven wordt losgelaten op een meisje of een mevrouw, jonge vrouw in elk geval, die bij een muur staat en gewond wordt, ja, afgevoerd. Dan zullen er natuurlijk hele volkstammen zeggen, die zeggen, dit is disproportioneel geweld tegen een individu. Ja, dit zijn hele nare beelden. Ik ken alleen de omstandigheden niet waaronder dit gebeurd is. Maar dit ziet er heel naar uit. En politiegeweld ziet er altijd heel naar uit. Maar in zijn algemeenheid vind ik dat wij, als ik gewoon naar ons optreden kijk hier in Amsterdam, dat wij heel gefaseerd, heel gedoseerd onderscheid proberen te maken, zelfs nog, tussen mensen die echt van kwade wil zijn en inderdaad mensen die gewoon eigenlijk proberen in een soort naïviteit te demonstreren. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, kijk, vanmiddag was er bijvoorbeeld een groep die hield een sit-in. En dat waren de mensen die echt kwamen demonstreren. Daar hadden we vrij snel van door. Dit zijn mensen die zijn niet op geweld uit. Ja. Die gingen op de grond rustig maar zitten in groepjes. Dat mag niet, hè. Maar dan zie je wel dat onze politie in Nederland, hè, dat die daar wel degelijk het onderscheid, want die loopt er dan omheen. Dat zie ik niet altijd in andere landen. Ja. Dus je ziet wel degelijk dat wij proberen om daar onderscheid in te maken. Aan de andere kant, daar zit ook een begrenzing aan. Vanmiddag zag ik ook mensen, dan staat er een dubbele ME-linie. Ja. Dan staat daar een waterwerper en dan komt iemand met een fiets en die denkt, daar fiets ik even doorheen. Ja. Dan denk ik, ja. Hoe was dat in Eindhoven? Was dat ook is vergelijkbaar inderdaad. Ja? Er waren ook mensen die op de grond zaten. Je zag net ook die man met dat knuffelpak aan. Ja, die stond daar gewoon. Ik had eigenlijk met hem afgesproken vlak voordat het helemaal escaleerde om hem eventjes aan het woord te laten bij ons in de uitzending. Nou, dat lukte uiteindelijk niet meer, want je zag wat er gebeurde toen het waterkanon werd ingezet. Dat was overigens wel een eindje later in de tijd, want zoals meneer zei, in eerste instantie wordt er gewoon natuurlijk opgetrokken door die ME en langzaam zo de mensen een beetje het plein afgedreven, ja, als het ware. En ja, daar zaten inderdaad ook mensen op de grond en die zijn toen even blijven zitten, zelfs een mevrouw met een rollator. Maar op een gegeven moment escaleert dat toch, ja, en dan krijgt ook zo'n mevrouw met zo'n rollator te maken met een agent, ja, die toch eventjes die wapenstok en huppakee, je moet hier toch echt wel wegwezen. Dat dus de kwaadwillende, waar we het net over hebben, die gebruiken deze mensen als hun, ja, middel om zich in te laten opgaan. Die gebruiken ze als schild. Die gebruiken ze om inderdaad in de anonimiteit te verdwijnen. Ja. En dat is de ellende. Ja, meneer Bruls in Nijmegen, morgenavond is er weer een bijeenkomst van het Veiligheidsberaad. Wat gaat u daar